Yoda. Ja, maar ik moet natuurlijk wel even tanden poetsen, hè, jongen. Dit was dan alweer de 7e aflevering van het perfecte plaatje 2019. Wil jij een kans maken om ter waarde van 449 euro te besteden aan Canon producten bij Camera Express? Doe dan nu snel mee aan het perfecte plaatje thuisopdracht. Oeh, dat is alweer de laatste thuisopdracht. Daar ga ik natuurlijk extra mijn best voor doen. Kom maar op. Oeh, ik ben benieuwd. Maak een documentair beeld waarin de mens en de avond centraal staan. Wow, dat is cool. Ga ik doen. Maar daar heb ik natuurlijk wel gear voor nodig. Hey, hartstikke bedankt, hè. Ah, kijk, de EOS RP. De full-frame camera die we al kennen. En dan hebben we hier de 50 mm, een mooie prime lens. 35 mm, een mooie lens waarbij eigenlijk alles gezien wordt zoals het menselijk oog. En dan hebben we 24-105, de zoomlens met een mooi zoombereik. En een adaptertje voor de 50 mm. Ja, en dan nu een documentair beeld. Nou, dan leggen we dus vast hoe het is. Ik kan een thema bedenken, maar kan natuurlijk ook gewoon erop uitgaan met mijn camera en zien wat ik tegenkom. Dat ga ik doen. Ik heb gekozen voor de 35 mm lens, omdat het meest in de buurt komt van wat het menselijk oog ziet. Maak gebruik van een statief, want het is hier binnen best wel donker en dan is de kans heel groot dat een foto onscherp wordt. Dus tip van de dag. Of van de avond moet ik eigenlijk zeggen. Ik heb er even wat drinken bij gepakt. Ik ga even kijken wat voor foto's ik heb gemaakt. Er moet vast wel een perfecte plaatje tussen zitten. Proost! Ja, dit is hem hoor. Het perfecte plaatje. Wil je nou ook meedoen aan een thuisopdracht in het perfecte plaatje en die waardebon winnen van 449 euro te besteden aan Canon apparatuur bij Camera Express? Ga dan nu naar het i'tje hierbovenin of stuur je foto direct in naar het adres dat nu in beeld verschijnt. Dit was helaas de laatste thuisopdracht. We hopen dat je het naar je zin hebt gehad. Ik heb in ieder geval erg veel plezier gehad met fotograferen en ik wens jou dat ook toe. Veel plezier. Dag!